This is a worm. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zeepi, Ocarina of Time. In de vorige aflevering hebben we de vuurtempel eigenlijk helemaal gecompleet en hebben we alleen nog maar de baas, want ja, de Runia die... We kunnen nou naar de kamer waar de Runia zat. Ik heb heel veel reacties binnengekregen. Zeepi, alsjeblieft, trek die rode tunic aan. Dus, speciaal voor jullie, trekken we de rode tunic aan. Nou, zoals ik al zei, in deze aflevering gaan we natuurlijk naar de baas van deze dungeon. We hebben de Bikkie hebben we al te pakken gekregen. Maar er is één ding wat ik zeker jullie heel eventjes wil laten zien. Dat is één van de handige dingen. Mocht je hier nou komen met weinig health... Haal ik dat? Nee. Mocht je hier nou komen met weinig health, haal ik dat? Ik vind van wel. Nou. Mocht je hier nou binnenkomen met weinig health... Dank je. Dan kun je hier dus zeg maar bovenop klimmen en dan hierboven, daar vind je potjes. En in die potjes, daar zitten bommen en veetjes. Dus mocht je hier nou zeg maar een probleem hebben dat je dus zeg maar weinig geld hebt of je wil life insurance hebben. Ik vind het wel leuk hoe dat ze gelijk mee meevliegen zo. Maar ja, maakt niet uit. Die kun je dus zeg maar hier vinden. Verder wil ik ook nog heel eventjes een foutje die ik heb gemaakt ook heel eventjes recht trekken. De Goron Special Crop. Dat zijn inderdaad bomflowers waar dat ze het over hebben en dus niet de hamer. Want op sommige punten zeggen ze van ja, de Goron Special Crop zou er niet aan werken, heb je niks sterkers. En dan praten ze dus zeg maar over de hamer. Goed, dat out of the way te hebben. Zonder enig oponthoud, dankjewel voor het geduld. Sorry voor de cliffhanger. Wij gaan naar de baas. Vol Veja. Dat weten we ondertussen wel. Ik noem hem altijd anders, maar aangezien dat ik weet dat ik heel veel jonge kijkers heb kijken, zal ik dat niet zeggen. Ik bedoel, dat is een beetje, gewoon nee. Dus, vandaar. Goed. Kijk, het is een dobbelsteen met 9 gaten. Ik snap het niet. Ik raad ook eigenlijk aan om de red tunic tijdens deze battle aan te hebben, hoor. Vanwege de aardbeving. Ik bedoel, je bent in een actieve vulkaan. Denk, zeg het maar eventjes. Ik dacht dat we een draak moesten bevechten. Geen vliegende slang. Dan moet ik wel zeggen dat dit een van mijn favoriete boss battle muziekjes is. Hij is wel gaaf. Nou ja, ik vind de baas ding eigenlijk een beetje... Hij ziet er niet... Het lijkt een beetje op Whack-a-Mole. Ik bedoel, serieus. Oké, dit is dus Vulveja. Vulveja komt uit een van de gaten. Op het moment dat hij daar uitkomt, wil je hem slaan met de hamer of wil je een bom bij hem neerleggen. Geloof me, de hamer werkt het beste. Dan is hij even verstand. Wil je weer een keer raken met de hamer of met de bom. Ligt eraan wat je zelf het fijnste vindt. En zo moet je hem verslaan. Dus elke keer als je hem geraakt hebt, dan komt hij na een tijdje komt hij naar boven toe. En dan kan hij 2 dingen doen. Eventjes een moveset even uitleggen. Hij kan op je afkomen dashen met de vlammenwerper, wat hij nou dus zeg maar doet. Of hij kan naar het plafond toe gaan en stenen op je laten gooien. Dus het enige wat je hier hoeft te doen is eigenlijk zeg maar te zorgen dat hij in een rondje komt. Dan ga je in het midden staan van dat rondje. Gebruik je schild. En voor de rest hoef je niks te doen. Want zo kan hij je niet pakken. Ik moet wel waarschuwen, de vlammen van Vulveja doen pijn. Die kunnen 3 hartjes schade doen. En ik geloof dat als je geraakt wordt door zijn sweep aanval. Als hij dus zeg maar zijn kop boven water steekt of boven lava. Dan doet dat, als ik me niet vergis, 2 hartjes schade. Je moet het wel snel doen, want hij blijft niet lang boven grond. Dus je moet er wel voor zorgen dat je dat snel gedaan hebt. Nou, dat is eigenlijk een beetje de do en repeat. Het wordt een tijdje moeilijker, maar dat zullen jullie zeker wel zien. Dus, slangendraak. Ik kreeg altijd gewoon op een hoekje zo zitten. Zo weet je wel. Gewoon van, ja, bekijk de geit even. Zwaartje erbij. Kijk, maar nou doet hij dus een 2e aanval. Rocktro. Het is een Pokémon. Denk ik. En dan de schaduwen kun je zien of er een steen dus zeg maar op je valt. Als je geraakt wordt door een steen, geloof ik dat dat een hartschade kost. Dat weet ik niet zeker. Oké, nou, hij is weer onder de grond, hoor. Nou. Als het me niet vergis, moet hij er nou 2 keer. Dus komt hij 2 keer. 1 daar. Moeten we helemaal over de map heen. Oh. Hamer! Het is eigenlijk gewoon wat je hebt geleerd. Repeat. Want dit is zijn moveset. Dit is alles wat hij doet. Nou gaat hij weer naar boven toe. Gaat hij ons weer proberen te flamberen. Wat hem niet gaat lukken. Aangezien dat wij zo slim zijn om hem gewoon te dodgen en in het midden te gaan zitten. Omdat hij is niet flexibel genoeg om dus snel een bocht van 9 graden te maken. Of zo weet ik veel. Hey, nou, hij is hier aan het cirkelen. Oh, wat had je me daar toch bijna geraakt. Oh, wat ben ik bang. En
ligt het nou aan mij, maar het is een hele enge draak. Want in de vorige aflevering, of twee afleveringen terug, werd dus duidelijk gezegd... He ate Gorons. Hoe wil dat ding een Goron opvreten? Ik bedoel, zie je hoe klein dat ding is? Nou ja, mager. Ik bedoel, een Goron die pakt hem toch vast en die gebruikt hem gewoon toch als een springtouw of zo. Ik bedoel, waar maken die Gorons zich druk over? Ik bedoel, het is gewoon een springtouw. Of een zweepje, weet je wel. Gewoon Indiana Goron. En dan totdat het zwaard is of zo wat ze gebruiken. Ja, ja, jij gaat weer mee stenen gooien. Heel erg leuk. Ik moet zeggen, dit is echt een van... De muziek vind ik goed. Daar ben ik heel eerlijk in. De muziek vind ik geweldig van deze baas. Maar de baas is zo simpel. Ik heb nog nooit problemen gehad met deze baas eigenlijk. Nou... Hij komt in het middelste gaatje. Daar vallen nou de meeste stenen. Dan komt hij bij ons in de buurt. Ik weet niet wat hij gaat doen. Oeh, ik kom er wel heel erg dichtbij met zijn... Hey, draakje, vind je het hier ook niet warm? Maar trouwens, hij duikt de lava in, dus ik denk het niet, hè? Oké, nou, waar komt er nou weer uit? 2, 3... Ja, die zag ik aankomen. Jammer, hè? Want dan zou ik geraakt worden door zijn vuurstaart. En daar heb ik eigenlijk heel erg weinig zin in. Dus. Je hebt er veel naar Pokémon gekeken. Veel ploegmedewerker. Oh boy, kijk nou toch eens. Ik vind het wel mooi dat als hij zeg maar zijn vuur spuugt. Dat dan zeg maar de omgeving ook helemaal rood wordt. Dat vind ik wel een klein leuk detail. Ach ja, we gaan hier weer even lekker geurig zitten. Sorry, als in mijn keel. Als in mijn keel, omdat ik in de vulkaan zit. Never mind. Beetje entertaining kan geen kwaad. Nou. Ben je eindelijk zover? 2, 3, 4. Oh, dan komt er voor mijn neus. Hahaha, ik had mijn schild. Volgens mij is dit de laatste keer dat ik hem hoef te raken. Ja hoor. Waar is de Runia eigenlijk? Eerste vraag. Benny. Ja. Oh, nou kan hij het wel. Zien jullie daar? Dat had hij net ook kunnen doen, maar nee hoor. Boom. Dat is een zwaar hoofd. Nou, dat hoofd had verbrijzeld natuurlijk in niks minder dan een hartcontainer. Yay, we hebben een hartcontainer en we hebben nou 16 hartjes. Yay! Geen anderhalf hartje, 16. En, excuseer mij even. Handig, zo'n mute knop. Scheelt toch edit werk. De vulkaan gaat uitbarsten. Nee! Hij is ondersteboven van. Dat is de raarste uitbarsting die ik ooit heb gezien. Nou ja, het is maar waar je zin in hebt. Chamber of Sages. Oh ja, Saria en die Rauru-gast. Laat me raden. Hallo, de Runia. Goh, wat een verrassing. Zo, je kijkt wel heel erg blij. Thank you, brother. I really appreciate what you did. I thank you on behalf of the entire Goron race. You turned out to be a real man, just as I thought you would. By the way, I, the Wild Runia, turned out to be the great Sage of Fire. Isn't that funny, brother? Well, this must be what they call destiny, Sinanel. Nothing has made me happier than helping you seal the evil here. Hey, brother, take this. This is a medallion that contains the power of the fire spirit and my friendship. Nee, dat was die ene steen al. Ach ja. Trouwens, eventjes over die armband. Die heb ik nou niet meer nodig aangezien dat ik volwassen ben. Ik hoop niet dat dat een probleem is. Dus we hebben de tweede medaille te pakken gekregen, namelijk de medaille of fire. Nog steeds snap ik heel die logica's met een broodje gezond verstand niet van de medailles, maar dat maakt niet uit.
You received a fire medallion. The Runia Rakes as a sage, and that is power to yours. Yay! Nou, hebben we dus zeg maar de tweede tempel gedaan. Don't forget, now you and I are true brothers. Oh, de Swan Brothers, dat zijn niet echte brothers. Dat zijn echt zoiets van, weet je wel, van... je bent mijn beste maat, ik noem je gewoon een Swan Brother. En later word je dan echte broers, wekers, logica's... met een broodje gezond verstand, ingesmeerd met boter, weet ik het allemaal nog meer. Goed, we hebben nou dus Death Crater hebben gehaald. Er zijn hier echt niks meer wat we... Er is hier nog wel wat we kunnen doen. Oh, eens eventjes. Nou, dan we die hamer hebben. Hoeveel Golden Scotchelers zitten we eigenlijk op dit moment? 43! Oh, we zijn al zelfs door onze Golden Skulltula's heen. Nou, dat is ook wel fijn om te weten. Maar er is hier nog één ding zeker te doen, wat ik ook zeker wil gaan doen. Maar hoe vaak ik ook nog ga zeggen dat ik het wil gaan doen, dat weet ik niet. Maar we moeten het nog zeker doen. Nou dat we deze hamer hebben, zit hier dus zeg maar een cave. En daar kunnen we niet in. En die stenen kun je dus zeg maar niet kapot bombarderen. Hier heb je de hamer voor nodig. Nou, en die kunnen we dus zeg maar zo even kapot knallen. En dan lopen we naar binnen toe en dan komen we weer bij een van de griezelmomenten van dit spel. Ik kan die toon lang blijven hangen, zeg. Oké, sorry. Van dit deuntje word je na een tijdje best wel moe. La, 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 la. Flame. Oh, die close-up is niet nodig, alsjeblieft. Ik kijk dan gewoon naar buiten toe, hoe bewolkt dat het is. Ik serieus, als Sharon, dan weet je niet... Welkom, Zepi! I am the great fairy of wisdom! Oh, god. I am going to enchant your magic power. Receive it now. Ja. Het is net alsof dat ze aan het telefoneren is met iemand of zo. Goh, wat vlieg jij mooie rondjes. Heb jij ook zo'n groene cirkel? Ik kijk niet naar het scherm, hoor. Heb jij ook zo'n groene scherm? Groene cirkel van groenheid om je heen. Vraag maar. Yay! Your magic meter is enchanted. Now you have twice the double magic power. Your magic power has been enchanted. So, now you have twice as much magic power. When battle is made, wearing a black armor, you save me nooit. Serieus. Nou, hebben we dat in ieder geval gehad. Dat is het enige wat we nog in de vulkaan hadden kunnen doen. En nou heb ik dus een keuze, want echt qua sidequest is er bijna niks meer wat we hoeven te doen. Dat is alleen maar de vierde bottle. En daar heb ik in deze opnamesessie echt totaal geen zin in. Maar ja, het is nou de keuze of we doen de vierde bottle of we doen zeg maar de Water Temple. Wij gaan naar de Water Temple. Ik heb er echt zo'n zin in. Ik weet het, heel veel mensen die hebben zoiets van... Jongens, stel je toch niet aan, man. Het is maar de watertempel. Stel je niet aan, stel je niet aan, stel je niet aan. Sorry. Ik ben een van die mutsen. Ik heb een gruwelijke hekel aan de watertempel. En dan ga ik ook zeker vertellen waarom dat ik een hekel heb aan de watertempel. Omdat... Sommige puzzels die erin zitten. Ik moet zeggen, het heeft wel een van de beste mini-bosses in de game. Daar ben ik even heel eerlijk in. Dus, maar gewoon die tempel, het is zo tedious. Dus ik wil heel even eigenlijk één ding doen, want het regent hier nou. Terwijl ik nog niet eens een Song of Storms heb gespeeld. 5 voor Ruby is niet nodig. Als we het hier even avond maken... Yay... Dan komt hier s'avonds. Heb ik deze al of is het alleen maar een jonglink? Waarschijnlijk is hij daar alleen maar een jong. Maakt niet uit, maakt niet uit, maakt niet uit. Dan wil ik nog een andere even ding even testen. Want volgens mij als je deze hebt geplant. Kun je dan ook de fire arrows te pakken krijgen? Dat weet ik namelijk niet meer. Dus dat wil ik heel eventjes testen. Nou, ik weet dat je zo naar de visdingen kan. Want dat heb ik jullie goed laten zien. Als je nou echt hier bij dat vuurtempelding terecht kan komen, dan lach ik mij helemaal schil. Nee, je komt hier gewoon bij de warp uit. Oké.
Nee, wel. Je kunt dus zeg maar vuurpijlen krijgen, maar daar kunnen we niet komen, want dat landt namelijk daar op dat plateau. En daar kunnen we dus zeg maar nog niet terug. Dus ja, vandaar. Nou, in ieder geval, ik hoop dat jullie de rode tunic leuk hebben gevonden. Want speciaal, ik weet hoe leuk dat jullie al de tunics vinden. Dus speciaal voor jullie zal ik een gehele watertempel... Nee, ik wil niet zeven, ik wil gewoon die blauwe tunic aan. Mag ik alsjeblieft die blauwe tunic aan? Want ik selecteer die blauwe tunic omdat ik die aan wil hebben. Dus zou ik alsjeblieft die blauwe tunic aan mogen hebben, dankjewel. Jullie houden van de tunics, dus dan ben ik niet zo flauw. En dan zeg ik gewoon op mijn beurt, prima. Ik mis dat ik echt... Ik vind het jammer dat ik dit niet op de 3DS kan spelen. Want dan moet ik de hele tijd deze schoenen zo gaan lopen swappen. En daar heb ik weinig zin in. Maar goed, speciaal voor jullie dus, de watertempel, die doen wij dus. En met de boots on. Nou, we hebben in ieder geval dus, ja, ik zou wel... We zitten al een kwartier en een kwartier... Tegenwoordig is een kwartier kort. Ik weet niet wat het is, jongens, maar... Ik bedoel, even terug over de vraag die ik had gesteld maandag in de aflevering. Twee afleveringen terug. 99,5% heeft positief op gereageerd. Dus iedereen wil dolgraag Final Fantasy zien. Die halve procent die had in het begin nee gezegd. Maar aangezien dat dat de enigste nee was, heeft hij later ja gezegd. Dus, oké. En die video's die zullen wel behoorlijk lang worden. Maar ik weet niet waarom, maar sinds... Ik weet niet wanneer. Is 15 minuten eigenlijk heel erg kort. En ik snap niet waarom, maar... Ik denk toch helaas dat ik het bij deze aflevering ga laten. We zitten in de watertempel. Maar nog niet weg. Maar daar komen we wel op morgen natuurlijk. Dus sowieso dank ik jullie voor het kijken. Ik dank jullie ook eventjes voor alle inzendingen die ik heb gekregen. Over mijn vraag of jullie zo'n groot spel wel zouden willen zien. Nou, de knoop is doorgehakt. Ik ben mijn voorbereiding bezig. De belofte blijft staan. Na Final Fantasy 9 ga ik ook beginnen aan de weekend special. Daarna hè. Van de hardcore serie. Dan gaan we die ook. Dan hoop ik dat die ook flink al opgenomen is. En noem maar op. Interactiviteit. Moet ik nog heel even kijken hoe dat we dat gaan doen. Maar dat regel ik allemaal. Gaat helemaal goed komen. Dus ik dank jullie sowieso voor jullie enorme support. Echt, jullie zijn geweldig. Ik kan niet vaak genoeg zeggen. Nogmaals bedankt door jullie is dit mogelijk. Ik hoop jullie morgen allemaal te zien. Dan gaan we naar de gevreesde watertempel. Dus bedankt voor het kijken. En tot morgen. En laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. En laat weten wat je leukste momentje was als je daar de tijd voor hebt. Als dat er überhaupt nog in zit ergens in deze video. Weet ik veel. Doei!